Ja, een koe die moet gewoon met zijn oren vrij kunnen wapperen, zal ik maar zeggen, zonder dat lelijke aangezicht van die smerige rotdingen, die vieze rotvlam. Ja, dat is een lelijk, oerlelijk gezicht. Een pure verminking gewoon van het beest. Ja, en dan horen eraf ook eigenlijk. Vind ik ook niet leuk, vind ik ook niet prettig. Vind ik niet een prettig gezicht. Het is net of het breekt er dan iets, als die koeien ziet zonder horen, met die kale kop. Ja. Tom de Groot is gewetensbezwaren en weigert zijn koeien te oormerken. Hij woont in het Friese Grauw samen met zijn vrouw en twee kinderen. Hij is gewetensbezwaren vanaf het eerste uur en stond daarin niet alleen. Uit mijn naaste omgeving weet ik gewoon... dat waren hier al in deze contrain al meer dan 2000. Noorden. Ja, en nu, hoeveel boeren zijn er nog die geen oormerken hebben? Nou, van mij bij de 30 ongeveer. Ja. Ja, wij weigerden, want wij zeiden van onze beesten zijn altijd op een goede manier geïdentificeerd geweest door middel van schetsen. Onze beesten, onze grootvaders, die zijn al lid van het stamboek geweest. En die hebben altijd hun beesten op een goede manier geïdentificeerd door middel van die schetsen. Dus wij vinden het niet nodig om de beesten onnodig zeer te doen door middel van die oormerken. Henk Brandsma heeft samen met zijn vrouw Lamke een biologisch dynamische melkveehouderij in Bolsward, Friesland. Ook zij zijn vanaf de invoering van de zogeheten INR-regeling tegen het oormerken van koeien. Kijk, het is nu zo dat je binnen 3 dagen na de geboorte moet je een oormerk bij een kalf erin doen. Ja. Vraag elke willekeurige boer maar wie dat doet. Ze doen bij wijze van spreken, dan knippen ze hem erin, maar ze kijken tegelijkertijd de andere kant uit, omdat het gewoon een rotwerk is. Ja. En dat doet de beesten zeer. En de beesten die hangen dus echt met de oren naar beneden een aantal dagen. En als ze later koe zijn, dan zit er een gat in. En daar zit het oormerk los in. En dan praten we nog geen eens over bijkomende nadelen van oormerkverlies en weet ik het allemaal wat. Tom de Groot en Henk Brandsma hier samen met Hessel Bauma tijdens een van de vele protesten tegen de invoering van de oormerken. Het mocht niet baten. Het identificatie- en registratiesysteem van runderen, het INR, bekend van het gele oormerk dat in elke koeienoor hangt, is in 1992 ingevoerd. In Leeuwarden heeft de Algemene Inspectiedienst, de AID, vanochtend procesverbaal opgemaakt tegen... Tegen 4 Friese veehouders is vanochtend procesverbaal opgemaakt omdat ze op de veemarkt kalveren zonder oormerken wilden verkopen. De boeren proberen met... Procesverbaal tegen 3 Friese veehouders. In Leeuwarden heeft de Algemene Inspectiedienst, de AID, vanochtend procesverbaal opgemaakt tegen 3 boeren die kalveren zonder oormerk op de veemarkt wilden verkopen. De kalveren waren van Hessel Bauma, Henk Brandsma en Tom de Groot. Er is een proces verbaal opgemaakt en de rechtbank die veroordeelde ons in eerste instantie tot een boete van 750 gulden met de argumentatie dat die boete zo hoog was, zodat het ons de gelegenheid gaf om in hoger beroep te gaan. Ja. En toen zijn we dus in hoger beroep bij het gerechtshof gegaan. Ja. Ja. En het gerechtshof heeft ons schuldig bevonden zonder strafoplegging. Ik doe deze neem met de kinderen. Schuldig bevonden zonder strafoplegging. Daar schoten de gewetensbezwaren niet veel mee op. Zoals ook hier bij de boerenfamilie Kok in Hoogland, Utrecht. Zij hebben ook hun eigen redenen om de oormerken niet in te doen. Als je een koe ziek is, dan pak je hem letterlijk en figuurlijk bij zijn horens. En als je dan verder, als je daar meer met het beest in contact wil komen, en via de oren kun je alle medianen bereiken. En dan knapt zo'n beest een beetje op, want dan pep je hem een beetje op. Net als dat je voetreflex bij de mens doet,
zit alles in zijn oren. En ja, dat, in de oormerk die gaat dan eerst een gaatje erin maken. En die komt in de mendriaan terecht. Dus dan kan je niet meer, dan kan je die koe niet meer behandelen. Dat is over. En het is natuurlijk zo dat als een koe, vooral als hij met zijn oren naar voren gaat en gericht naar jou kijkt, kunnen zijn ogen die gele flappen zien. En dat zou natuurlijk allicht wel aan wennen, maar dat is natuurlijk niet een natuurlijk iets om tegen die gele flappen aan te kijken. En zeker ook met mooi weer, met de weerspiegeling ervan, dat is niet helemaal de natuurlijke manier voor een koe. Het ministerie van Landbouw en Veehouderij echter was vastberaden en wilde met alle beschikbare middelen boeren dwingen de oormerken in te doen. We hebben wat over ons heen gehad hoor. Jongen, blokkades, dat die het vee helemaal niet mocht verkopen. Hebben we ook een tijd gehad. Dan kon ik geen beest verkopen. Nou, ik zat op het laatst hutje-mutje, hartstikke vol. Ik heb daar noodhak, heb ik nog foto's van, noodhak toen hebben we gebouwd. Hebben we nog veeën gedaan, want anders konden ze winter niet eens binnen. Nou, daar werd ik er ook helemaal beroerd van. We zijn er doorheen gekomen, maar toen ben ik ook een tijdje overspannen geweest ervan. Ik dacht, hoe moet dit verder hier? Want je kreeg elk jaar maar weer nieuwe kalven en er kon helemaal geen kal weg. Niks. Ze hebben ook wel in het begin gezegd, we gaan je koeiennaam laten maken. En die oormerken, ja, zeker. Nou ja, dat hebben we zo voor kennisgeving aangenomen. Maar in ons achterhoofd dachten, nou zouden we het nu echt doen. Ze hebben het niet gedaan. Nee, maar het is wel... Ze hebben ermee gedreigd. Ja. Dat ze de hele veestapel zouden ruimen. Als we niet met die oormerken naar de gang gingen. Nou, hebben ze gezegd. Ik geloof ook wel dat ik er nog brieven van heb, maar... Dat zijn wel vervelende dingen dan. En dan dat zijn er toch boeren die wel bezwijken onder zo'n druk. Hè? Die denken, nou, blinder. Nou wordt het gevaarlijk. Dus de diehards zijn overgebleven. Zo kun je het wel stellen. Ja, en dan horen wij van de politiek dat ze op weg willen naar duurzame landbouw. Ja, dat is... wat je in de mond beleeft, hoef je er niet in daden om te zetten. Dat zijn mooie praatjes voor de buitenwacht. Sommigen hadden tranen ook als ze ermee moesten stoppen hoor. Maar ja, het werd hun zo moeilijk gemaakt door de overheid. De overgebleven boeren vonden uiteindelijk een manier van registratie waardoor het ministerie niet anders meer kon dan dat te gedogen. Voor elk kalf wat er geboren wordt, zetten we met het oormerk zo op de foto. Kalfje met die losse oormerk? Met het losse oormerk. En dat slaan we op in de computer en dat tekenen we over op de schets. Want op een schets, daar staan dus de specificaties van het dier, weer de naam, de draagtijd, het geslacht, de kleur, roodbont, vader, moeder, vaders, vader, vaders, moeder, moeders, vader, moeders, moeder. Dus in drie geslachten. En dan hier de kleuraftekening. En dan hier dus het nummer. Het nummer wat correspondeert met het oormerk, met het oormerknummer. En dat is volgens ons een waterdicht systeem en ook tot genoegen van de Algemene Inspectiedienst die één keer per jaar bij ons komt te controleren. De Algemene Inspectiedienst, de AID, neemt naast de check met foto en oormerken ook haren van een moederkoe en haar kalf. Met DNA-onderzoek zal dan blijken of het kalfje ook echt van die koe is. De boeren moeten dit DNA-onderzoek zelf betalen, wat gemiddeld op zo'n €500 per jaar neerkomt. Ja, we nemen een steekproef. We trekken gewoon DNA-materiaal en van het kalf en van de moeder. En dat kijken we of dat matcht. Die haren die gaan naar het Van Haringen Laboratorium in Wageningen. En daar wordt DNA wordt vastgelegd. En daar wordt ook gekeken de match. En dan, kijk, en als dat klopt, dat geeft een inzicht in de betrouwbaarheid van de opgave van de houder van deze runderen.
Dit is kalf. Dan kun je 30-3-2010. Hier kun je eigenlijk helemaal niet frauderen. Nee. Dit is betrouwbaarder dan... Het is wel heel betrouwbaar. Het is wel betrouwbaar. Ja, maar er is gekozen uiteraard voor een systeem. Ja, dus het is betrouwbaar. Wat voor het gros van de veehouders sneller en makkelijker werkt. Ja. En dat zijn de oormerken. En welzijn is heel goed, denk ik, hier. Ja? Ik vind ze er zeer goed uitzien, dat mag je best. Ja. Nee, is dat zo? En zeker deze blaarkoppen. Een hele goede conditie. Als die dan zegt, ze krijgen geen krachtvoer, dan vind ik dat een hele prestatie. Het welzijn van het vee in de stal van Boer Kok is goed, vindt de man van de AID. Maar ja, daar schiet Boer Kok niet veel mee op. Want nu, anno 2010... dreigt de minister de boeren waar koeien geen oormerken hebben weer aan te pakken. Geen oormerken, dan ook geen melktoeslag. De melktoeslag is een Europese premie die elke melkveehouder krijgt en die voor de oormerkweigeraars varieert tussen de 5.000 en 10.000 euro. We hebben 10.000 euro aan toeslagrechten. Daarvan is 20% gekort, dus 2.000 euro. En volgend jaar zouden we dan 10.000 euro gekort worden. Nou, dat staat in geen verhouding tot... Wij, naar onze idee voldoen wij aan het protocol en voldoen wij aan de overeenkomst die wij met het ministerie hebben gesloten. En dan geeft het gewoon geen pas om op zo'n manier de toeslagrechten tekort. Dat is te gek voor woorden. Als het aan de minister ligt, dan zien we dit soort koeien binnenkort alleen nog maar in een museum. Het SP Tweede Kamerlid Hugo Polderman deelt deze angst en ging daarom in augustus 2009 op bezoek bij Boer Kok om te kijken wat er politiek gezien gedaan kan worden om de oormerkweigeraars te behouden. Dus daar worden de regels gewoon verkeerd toegepast en daar kunnen we natuurlijk wel een vraag over stellen. Dus ik stel voor dat we daar gewoon in ieder geval iets over vragen aan de minister van hoe dat nou zit. Dat je toch die oormerkweigeraars kennelijk op de correcte manier wordt afgehandeld. Ja, misschien het onder de noemen een beetje landschapsbelang, een beetje belang in de vorm van nou die paar boeren die dat nou doen. En je wil een keer een koe fotograferen zonder oormerk of je wil. Ja. En die mensen nemen ook de moeite ervoor. Het is geen economisch belang, ze nemen de moeite ervoor omdat ze een bepaald standpunt hebben. Ja. Ja, hoeveel moeite kost het dan om dat bij de EG te regelen? Volgens mij niet zo heel veel. Als we hem afspreken, daar zal ik een vraag richting de minister proberen te maken. Daar hebben we er nog contact over. Dan kunnen we eerst denk ik daar mailen doen. De Kamervragen zijn wel gesteld. Er is een antwoord gegeven door de minister. En de minister zegt, Europese regelgeving is Europese regelgeving. En wat betreft die oommerken waar eigenlijk geen water bij te wijn te doen. Dat is Europese regelgeving. En het geeft alleen een beetje een heel frustrerend gevoel. Want ik heb met de Nederlandse overheid... heb ik een overeenkomst, die vinden dat goed. Ik krijg ook geen proces verbaal, ik krijg ook geen bekeuring. Ze vinden het goed zoals wij dat doen. Alleen vervolgens schuilen ze zich nu achter een Europese regelgeving. Die zeggen, die staan daar niet toe. Alleen het is een beetje krom, want alle boeren in Nederland moeten wel injecteren. En een heel apart mestbeleid heeft Nederland. En dat is wel in de Europese regelgeving gestopt. En dat wordt door geen ander Europees land gedaan. Ik zeg, dit is het me net hoeveel moeite en energie ze zelf ergens in willen stoppen om iets voor elkaar te kunnen krijgen. De waarde van een koe met horens en zonder oormerken? Nou, dat hangt per persoon ervan af hoe je daar tegenover staat. Wat is de waarde van een schilderij? Wat is de waarde van een landschap? Wat is de waarde van gezonde lucht? Wat is de waarde van een boom? Hoeveel kost de Anne Frankboom? Ik bedoel, wat kost de nachtwacht? Die hou je in ere, die steek je ook niet in de brand. En onze Friese koeien, wat kosten onze Friese koeien? Ja, voor ons zijn ze onbetaalbaar. En ze zijn voor ons zijn ze onze bron van inkomsten en onze bron van leven, zal ik maar zeggen. Dus die moeten bestaan blijven.